Hallo iedereen en welkom in een nieuwe video. Er is afgelopen week weer heel veel dingen gebeurd. Heel veel creatieve energieën die ook weer vrijgekomen zijn. Nieuwe wegen die geopend zijn. En omdat we dit weekend met een volle maan zitten, als ik het goed voor heb, is hier in onze regio de volle maan rond morgen rond de middag. En het is een volle maan in Steenbok. Dus volle maanden hebben meestal te maken met een soort vervollediging van een cyclus. Waarbij dat we heel helder, dus er schijnt licht op al de dingen die we niet wisten. Op al de dingen die helderheid nodig hebben. Nu, wat maakt het nu een extra, ik zou zeggen, een speciale maan of krachtige maan, is het feit dat de volle maan in Steenbok plaatsvindt. Nu, op zich, dat is niet zo'n een groot issue of een groot iets anders, want dat is niet de eerste keer dat dat gebeurt, natuurlijk. Maar wanneer je de verschillende planeten samenlegt en denkt dan aan Pluto, die met te maken heeft met transformaties, en dan de Mars-Uranus-conjunctie die afgelopen weekend heel sterk aanwezig was, die zorgt voor onverwachte verwanderingen in het teken stier, waar dat ook aarde was. Wetende dat we eigenlijk een cyclus gaan afsluiten sinds 2008, dan is het wel belangrijk dat daar eventjes bij stilgestaan wordt. Want dat betekent dat er diepe transformaties gaan gebeuren, of aan het gebeuren zijn, in de bureaucratie, in de vaste systemen dat we kennen. En een hele tijd geleden, vorig jaar eigenlijk zelfs, had ik geschreven als thema voor 2024 dat er hogere, nieuwere energie moest gestabiliseerd worden in de vaste structuren. En dat is nu eigenlijk echt ook het stuk waar ik merk dat niet alleen ik, maar heel veel mensen tegenaan lopen, dat heel veel systemen niet meer werken. Bijvoorbeeld, voor de mensen die het nieuws wat volgen, gisteren was er een wereldwijdse problematiek rond computers. En dat gebeurt ook niet zomaar, dat is ook niet toevallig dat dat gebeurt. Hè. Een ander voorbeeld in mijn persoonlijke leven is dat ik moest een teruggave krijgen van de verzekeringen. En één iemand op het kantoor van de verzekeringen had beslist, omdat ze zogezegd mijn rekeningnummer niet kenden, wat dat eigenlijk niet correct is, maar zwart, dat terwege gelaten, had de oude procedure om een circulaire check te versturen opgestart. Met alle gevolgen van dien dat we 3 maanden verder zijn, of bijna 3 maanden verder zijn, dat ik nog altijd geen check heb mogen ontvangen. Wie weet waar die naar heen is. Maar dat betekent dus ook dat door die oude structuur, door de oude manier van werken, dat zij die overijverigens nieuwe werknemer heeft in gang gezet, dat ik nog altijd aan het wachten was op mijn geld. Nog altijd aan het wachten was op mijn geld. Nu, de verzekeringsmakelaar van Michel Markt heeft dat voor een stuk opgelost door er zelf intussen te komen. Maar zo zie je maar dat er heel veel tijd en energie verspild gaat door systemen te gebruiken die gewoon niet meer van toepassing zijn, die gewoon niet meer werken. Een ander voorbeeld. Een klant van mij heeft besloten om de zelfstandige zaak stop te zetten. Ik herinner me een tijd van de corona dat je uitkering kon aanvragen met 2 klikjes. Gewoon vanuit thuis, vanuit jouw eigen account, je eigen computer. Je had geen boekhouder nodig, je had geen ondernemingsloket nodig. Hup, 2 klikjes, in orde. De week later stond de uitkering of wat dan ook. Was je dossier in orde, was dat allemaal op je rekening. Nu, terwijl de tijd dat we gekomen zijn dat iedereen weer naar het kantoor gaat, wat zien we dan? Dat het weken duurt vooraleer je papieren ontvangt. Dat wekenlang duurt of superlang duurt. Veel te lang. Veel overbodige stappen die moeten genomen worden om uiteindelijk te kunnen komen wat je eigenlijk recht op hebt. Een andere vraag, en dat is iets waar ik zelf ook al meermaals tegenaan gelopen heb en mij al vaak over gefrustreerd heb, is het feit dat, zeker als zelfstandig, maar uiteindelijk is dat net hetzelfde voor iemand die geen zelfstandig is en die particulier heeft en die ergens recht op heeft, maar super lang moet duren of een ganse papiermolen moet doorheen lopen om uiteindelijk zijn uitkering of tegemoetkoming of ondersteuning te krijgen waar ze recht op hebben.
Of ze weten zelfs niet waar ze recht op hebben en dus mislopen ze het. Of ze vergeten een vinkje aan te duwen waardoor dat een dossier niet in orde is. En hup, weer helemaal opnieuw door die malle molen. Het is zo, en excuseer me voor de woorden, maar het is zo fucked up, dat in de tijd waarin we leven, waar de AI alles overneemt, dat systemen zoals overheid, banken, onderwijs, dat die nog altijd zo stug zijn als dat we in de jaren 1800 zijn. En dat is hetgeen wat nu die volle maan en die energie in Steenbok samen met Pluto, Mars en Uranus brengen, om daar een hele grote transformatie in teweeg te brengen. Jammer genoeg, er zijn dergelijke stugge systemen heel traag in verandering. Ik herinner mij de politiehervorming, na het hele ganse verhaal van Dutroux en al, dat allemaal geweest is. Ik ben zelf meer dan 15 jaar in de politie gewerkt. En dan zelfs nog jaren nadat eigenlijk de eenheidsvorming, zo gezegd, binnen, of de geïntegreerde politie, er was en in de praktijk gebracht was, waren er nog altijd systemen die niet werkten, die niet op elkaar afgestemd werden, die niet volledig doorgetrokken werden tot in het werkveld. Hetzelfde, de samenwerking tussen justitie, dus de gerechtbanken, de advocatuur en de politie, dat is zo stug, zo traag, waarbij dat ganse processen verbaal moesten afgeprint worden, sommige honderden pagina's lang, moesten per koerier naar de rechtbank gebracht worden, om daar terug ingescand of nog een keer gekopieerd te worden, om dan in hun systeem ingevoerd te worden. Waar zijn we in godsnaam mee bezig? En je kunt zeggen, ja, oké, dat heeft te maken met veiligheid en bla bla bla. Maar als je weet dat alles verbonden is en dat de fiscus en de BTW en al de andere systemen eigenlijk alles al veel beter weten over jou dan jij het weet over jezelf. Wat is in godsnaam dan nog de reden om het allemaal zo moeilijk te maken? En ik ben er 100% zeker van dat iedereen die nu naar die video luistert, dat ze een voorbeeld kunnen aangeven van hetzelfde waar ze tegenaan gelopen waren, terwijl dat in corona allemaal zoveel makkelijker ging. Dingen waar hij recht op had. Ik ga zelfs nog iets meer zeggen. In de tijd van corona was de eerste keer waar ik in mijn hele leven recht op had om iets te ontvangen van de overheid. Ondanks het feit dat ik gans mijn carrière bij de politie, dus als ervoor, toen ik ook nog werkte bij federale politie en nog andere diensten, andere niet-overheden. En dan als zelfstandig natuurlijk ook de sociale bijdrage dat ik altijd betaald heb. En toch had ik nergens nooit recht op. Ofwel verdiende ik te veel. Ofwel verdiende ik te weinig. Of was dat ik niet in de juiste categorie. Er was altijd wel een reden waardoor dat ik eruit viel. Nu, persoonlijk, voor mij, heeft dat ook te maken met mijn Chiron. En Chiron is gewoon healer. En dat heeft te maken met lessen dat ik hier kom leren. En mijn missie hier natuurlijk systemen en heilige vuistjes omverduwen om ze vanuit een andere energie te kunnen gaan neerzetten. Maar dat maakt daarom niet dat het gemakkelijker is. Integendeel. Nu, ik zou zeggen, kijk eens wat dat er gebeurd is sinds 2008. Welke thema's zijn er in jouw leven gekomen? Waar staat Steenbok in jouw astrologische kaart? In welk huis staat dat? Met welke thema's is dat huis verbonden? Welke planeet staat er in dat huis? Bijvoorbeeld staat jouw zon in Steenbok. Dan heeft dat te maken vooral met de mannelijke energie. Staat jouw maan erin? Heeft vooral te maken met de vrouwelijke energie en zo verder. Dus jouw astrologische kaart is eigenlijk een soort van roadmap. Een soort van GPS die jou gaat helpen en die jou meer gaat uitleggen over wie dat je bent en wat dat je hier te doen hebt. Hetzelfde, ik heb dat ook al 1000 keer gezegd, al die tools zijn hier om meer inzichten te ontvangen. Niet om de waarheid te weten, want dat is maar een stukje, een fractie van wie dat je bent. Omgekeerd, wanneer je human design gaat gaan gebruiken en je profiel daar gaat gaan uitdokteren, je kan je daar zo diep in gaan dat je jezelf verliest. En dat is ook weer de valkuil. Dat is de valkuil waar heel veel mensen in vallen en lopen. En daarom is werken met die universele vlammen zo ook uniek. Omdat je werkt op het hoogste energetische niveau mogelijk. Net de frequentie eigenlijk onder de bron. Dus net onder de frequentie van jouw pure, zuiverste zelf. Dat maakt dat je ook in staat bent om dat volledig op jezelf te gaan doen. Dat je niet constant een andere coach of andere healer of reiki master of shaman of wat dan ook nodig hebt. Nee.
Let op, ik ga ook regelmatig nog naar een osteopaat om mijn fysieke lichaam te helpen. Dat is iets anders. Maar wanneer dat gaat over trauma's, over emotionele pijn, over mentale overtuigingen, dan zijn de universele vlammen zo krachtig. En dan is het belangrijk dat wanneer je bijvoorbeeld constellaties hebt, zoals van dit weekend, waarin dat de volle maan in steenbok staat en in dezelfde plaats staat als Pluto, de planeet van transformaties, die trouwens mijn planeet ook is, dat woont, ik weet niet waarom ik dat moet zeggen, maar kom. En dus dan ook die verbinding maken met Mars, de energie waar die voor de vooruit is, die vooruitgang, die actie, die stappen, maar die ook dingen afbreekt. En Uranus, denkt aan uranium. Wat kan er gebeuren met uranium? Het kan enorme explosies teweeg brengen. Maar Uranus, de energie van Uranus, kan ook op een goede manier ingezet worden. En dat is geen manier dat je dat nu allemaal samenbrengt. En begrijpt wat er gaande is, dan kan je die energie die nu gaande is, die nu beschikbaar is, gaan gebruiken om een positieve verandering teweeg te brengen in jouw leven. Om dingen te gaan veranderen, zodanig dat je een positieve impact hebt. En dat je niet meer het gevoel hebt van, ah, oh, zie, ik heb nergens recht op. Ah, oh, zie, heel het systeem werkt niet. Ah, oh, dat duurt allemaal zo lang. Of wat dat ook maar is waar je nu tegenaan loopt, het maakt niet uit, het komt altijd op hetzelfde neer. Herfocus en kies voor jezelf. Wil je in dat slachtofferstuk blijven hangen? Of zeg je van, even het al, ik ga dan het gewoon gaan manifesteren. Ik ga een ander voorbeeld geven. Je hebt bijvoorbeeld te weinig geld om al je rekeningen te betalen. Oké, op den duur gaat de druk zodanig groot worden, hè, want ze gaan allemaal beginnen mails te sturen en extra kosten voor herinneringen en bla bla bla. Ik weet het, ik ben er ooit geweest. Het is heel frustrerend. Maar je hebt de keuze. Je kan je focussen en daarop zeggen van, kijk, ik heb dat nog niet betaald. Ik heb dat nog niet betaald. Ik heb dat nog niet betaald. Alleen, op dat moment verspil je kostbare energie. En dan ga je eigenlijk je leven gaan vormgeven vanuit angsten, vanuit tekort. Vanuit het is er nog niet, mijn wens is er nog niet. En wat hebben we al geleerd? Dat we eigenlijk moeten gaan zitten in het stuk van, mijn wens is al vervuld. Ik heb het al. Ik vertrouw het proces. Ik ga in die overgave. Ik ga kijken wat datgene is dat ik hieruit te leren heb. Wat zijn de dingen? Op welke manier kan ik nog meer gaan om te hechten? Zodanig dat ik al mijn energie dat er te beschikken is, elke dag, elke morgen als ik terug opnieuw opsta, op welke manier kan ik dat dan gaan steken in watgene dat het verder vormgeeft van mijn wens wel is? En dat kan voor sommigen, die stap van het ene naar het andere, van het ene uiterste naar het andere uiterste, kan voor sommigen heel groot zijn. En dat is oké. Maar weet dan dat je in kleine stapjes ook iedere keer naar een volgende, hoger trillende emotie kan gaan. Je kan gaan van boosheid en frustratie kan je gaan naar verdriet. Daarvoor is de emotionele schaal. Ik denk dat dat Abraham Hicks is die dat ooit heeft online gezet. Maar als je gewoon googelt emotionele schaal, of als je mijn cursussen volgt, ook daar ga je het ook in krijgen. Dan ga je zien dat elke emotie een verschillende frequentie heeft. Net zoals dat elke muzieknoot een frequentie heeft. Net zoals dat elk woord, elke kleur, elke geur. Alles geeft een bepaalde frequentie en alles ga je terugzetten op de Tree of Life en alles ga je terugzetten op de zeven verschillende hoofdvlammen. Want alle vlammen die daarna en hoger zijn, hoger bedoel ik dan een cijfer, niet per se een frequentie, alhoewel dat ook wel zo is, dan ga je ook begrijpen dat elke emotie die je ervaart, dat je die ook kan transformeren met de hoogste energie mogelijk, die verbonden is met een universele vlam. Laat mij een voorbeeld geven. Je hebt bijvoorbeeld moeite om jouw waarheid te spreken, zoals dat ik nu doe in deze video. Ik deel mijn waarheid, mijn ervaringen met jullie, met de wereld. Ik weet niet wie dat er allemaal luistert, dat maakt mij ook niet uit, omdat ik weet en vertrouw dat het bij de juiste mensen terechtkomt. En dat terechtkomt bij de mensen die klaar zijn om een boodschap te horen en er iets mee te doen op een efficiënte en optimale manier. Heel veel mensen lopen nog tegen stukken aan dat ze niet durven vanuit hun authentieke zelf hun waarheid delen. Of gewoon zelfs delen hoe dat ze zich voelen, of wat ze denken, of wat ze bang voor zijn. Wanneer dat je een veilige omgeving creëert waarin dat je dat wel kan doen, zoals dat we het gecreëerd hebben in de tweelingvlamgroep, waarin dat ze mensen gewoon kunnen delen wat ze mee ervaren, wat ze tegenaan lopen, wat ze denken, wat ze bang voor zijn. Dan door het te uiten, door het naar buiten te brengen, breng je het in je bewustzijn en kan je dan op dat moment bijvoorbeeld met de blauwe vlam, als het vooral puur gaat over je vrije wil en je communicatie en het uitspreken van je waarheid, dan kan je met de blauwe vlam gewoon vragen van kijk, ik transformeer
alle ballast, alle laagtrillende emoties, energie die daarmee verbonden zijn met de blauwe vlam. Of je kan zeggen, ik roep de blauwe vlam aan om mij te helpen mijn waarheid vanuit zuiverheid en vanuit onvoorwaardelijke liefde en vanuit mijn authenticiteit te gaan spreken. Zo eenvoudig is het. En hoe meer dat je dat gaat gaan doen en hoe meer dat je de vlammen jou de kans geeft om te tonen hoe krachtig dat ze zijn en hoe efficiënt dat ze zijn, hoe meer dat je dan de wijsheid en de kennis en de inhoud zou ik bijna zeggen, maar dat drukt niet voldoende uit wat ik wil zeggen. Maar dus wat de universele vlammen zijn, hoe meer je dat gaat gaan beheersen, hoe meer je gaat merken dat dat eigenlijk jou blijft voortdurend helpen in je persoonlijke groei. Niet alleen nu, niet alleen tijdens het volgen van het programma, maar gewoon voor tot de rest van je leven en zelfs nog verder. Want de universele vlammen overstijgen ook ons fysieke leven. Het ontstijgt het emotionele, het mentale, al onze lichtlichamen. Want, zoals ik daarnet ook zei, ze dragen de frequentie van net onder de bron. Zuiverder kan niet. Alle aardsengelen die je hebt, alle gidsen die je kent, alle drakenbewustzijn, elfenbewustzijn, de natuur, overal, alles zit ergens in de universele vlammen teruggegeven. Is ergens verbonden, is ergens ontstaan via het kanaal van een van die universele vlammen, van de frequentie van die universele vlam. En dus hoe meer je daarmee leert werken en hoe meer je het bewust wordt van de kracht en de eenvoud van hoe dat je met de vlammen kan gaan werken, dan ga je niet alleen deel gaan uitmaken van dat energetische netwerk van iedereen die daarmee gaat gaan werken, waardoor dat de vlammen nog krachtiger worden en de impact hiervan op aarde groter wordt. Los daarvan gaat het ook jouw genezing en jouw healing gaan versterken en gaan stabiliseren en superkrachtig als een hele dikke stam en wortel en standvastig. Het beeld dat ik krijg is van zo'n hele, hele oude boom die er al eeuwen staat. Dat word jij ook voor de rest van je omgevingen van de wereld. Waardoor dat jouw manifestatievaardigheden ook weer krachtiger worden. En dat maakt dat je dan meer en meer ook het gevoel gaat hebben en dat je ook gaat ervaren dat jij een meester bent. Een meester over je mind, over je gedachten. Een meester over je wereld. Want het is vanuit je mind en vanuit de emoties die ermee gepaard gaan, maar dat we niet altijd begrijpen wat er gaande is. Dat we door overweldigd worden. Waardoor dat we dan gaan terugdeinzen. Door al die ervaringen heen ga je leren van, ha, maar ja, ik weet wat ik te doen heb. Ik zie het grotere plaatje. Ik zie en ik ga vanuit mijn divine feminine, dus vanuit mijn geheelde vrouwelijke energie, de situatie aanpakken. En dan in tandem met je geheelde mannelijke energie ga je dan actie ondernemen. Ga je dingen gaan sturen. Ga je energie sturen. Want dat is hetgeen wat we doen. Ik ben eventjes mijn draad kwijt. Omdat er is zoveel te zeggen en zoveel te leren. Maar ik kan dat natuurlijk niet hier in één video. Daarom is ook dat programma er gemaakt. Daarom heb ik ook mijn boek geschreven 96 Vlammen. Om het allemaal in kleine hapbare brokken aan te bieden. Zodanig dat wanneer je voelt dat je er klaar voor bent. Of dat je nieuwsgierig er maar gewoon aan bent. Zou ik zeggen, als je nieuwsgierig bent en je hebt er nog nooit mee gewerkt. Of nog nooit een transmissie ervaren. Ga naar de playlist hier op mijn YouTube kanaal. Kies daar één random transmissie uit en beluister ernaar. Laat het gewoon. Geef de vlammen jou een week de kans om te ervaren wat dat ze met jou doen. Om te tonen welke impact dat ze hebben op jouw leven. En dat is het punt waarin dat eigenlijk de eerste vlam al onmiddellijk inkomt. Want zodra je zegt van, ah oké, Lindsay, dat is goed. Ik heb niks te verliezen. Ik ga dat proberen. Dan ga je eigenlijk op dat moment gebruik maken van de kwaliteiten van de blauwe vlam. Waarin dat je jouw vrije wil gaat gaan ten dienste zetten van de universele wil. Waarin dat je gaat jezelf, je ego, eindelijk in afstemming brengen met jouw ziel. En dat is hetgeen waar uiteindelijk Ascensie over gaat. Ascensie gaat erover dat je een tool wordt voor het hogere, voor het universum, voor God, maar niet de bron, hoe dat jij ook noemt, het maakt mij totaal niet uit. Het gaat over energie. En woorden zijn altijd te beperkt om dingen uit te drukken. Daarom dat ik ook zeg tegen mensen die met mij willen samenwerken, van, je hoeft mij niet te geloven. Test het universum uit. Test jezelf uit. Daag jezelf uit. Luister naar die transmissies. Leer met die dingen te werken. Leer vanuit energie je leven aan te pakken en te gaan kijken. En te gaan kijken van, wat is hetgeen dat mij nu getoond wordt? Wat is hetgeen dat mij nu geleerd wordt?
Net hetzelfde zoals dat ik al jarenlang tegen de systemen aanloop. En niet begreep hoe dat het waardesysteem, zoals dat is in de maatschappij, hoe dat het zo verkeerd kan lopen. En hoe dat mensen zich daar zo hard kunnen in gaan verliezen. Maar waarom is dat ook zo heel duidelijk in mijn leven? Omdat dat ook een onderdeel is van de missie dat ik hier te doen heb. Helpen, dingen hervormen. Hercreëren, systemen neerzetten en het dan overlaten aan anderen om het verder uit te breiden. Al zo vaak in mijn leven heb ik dat gedaan, ben ik ergens toegekomen, werd ik, zonder dat ik het zelf vroeg, als voorzitter verklaard voor een of andere bestuur, of de VZW dat ik opgericht heb met mijn zussen, waar dat zij nu onmiddellijk ondertussen alleen doen. Dat is een van de dingen dat ik hier doe, systemen opzetten en dan het samen met anderen verder uitdragen. Daarom is 96 Vlammen ook een platform. Niet van mij, maar van de vlammen. Zodanig dat heel veel mensen ermee kunnen gaan werken, ze leren meewerken, ze leren te kennen en het dan verder kunnen uitbreiden, maar nog altijd onder het dakje of het beschermende kader van 96 Vlammen, van het platform, van wie dat ik ben. En van op welke manier dat de vlammen hier mogen neergezet worden. Want het is niet de bedoeling dat de vlammen gaan gebruikt worden zoals dat ze vroeger gebruikt werden, waardoor dat ze misbruikt werden, waardoor dat ganse gouden beschavingen te val gekomen zijn. Nee, deze keer moeten we, en moeten we, niet mogen, maar moeten we het anders gaan doen. Dus, ik denk dat je ondertussen wel de kracht van de boodschap van vandaag snapt. En hoe dat je voelt dat de Mars-energie doorkomt en de Pluto van transformaties doorheen komt. Dus zou zeggen, als je er klaar voor bent, alsjeblieft, heel graag nodig ik je uit in het programma van de Universele Vlammen. Zoals dat ik al eerder gezegd heb, ga je niet alleen deel uitmaken van een energetisch groot supernetwerk, krachtig netwerk van de vlammen zelf, maar ook van iedereen die ermee samenwerkt. De aartsengelen, de opstegmeesters, kristallen. Kleuren, voeding, eigenlijk heel veel dingen die in de maatschappij en in de wereld aanwezig zijn, maar dat we nog tot nu toe niet de link hebben gelegd naar de universele vlam en naar energie. Omdat het zo vast is, omdat het zo in de 3D is, omdat het zo right in your face is, echt recht in je gezicht is. Dus daarom werd ik blijkbaar vandaag geleid, want ik wist totaal niet waarover dat video ging gaan. Maar je weet, op die momenten ben ik ook aan het channelen en word ik een stukje overgenomen, bij wijze van spreken, om door te geven wat dat er nodig is. En al is maar één iemand die de kern van de boodschap eruit gaat, dan, ook dan is het weer al een win-win. Voilà, ik ga jullie hierbij laten. Ik ga normaal gezien vanaf volgende week weer wat meer actiever online zijn. Ik zou zeggen, als je vragen hebt rond bijvoorbeeld thema's van video's, of je wilt misschien opnieuw weer een gesprek met jou tussen de mannelijke en de vrouwelijke energie, dat is dat ik wou zeggen, van tweelingvlammen, of je hebt vragen rond tweelingvlamdynamiek of wat dan ook, dat zijn twee mogelijkheden. Dan kan je natuurlijk gewoon je vraag hier onder de video zetten. Je kan ook lid worden van de support tweelingvlamgroep, waarin dat je gewoon 24 of 24 je vraag kan stellen. Als ik niet slaap of Sarah slaapt niet, dan gaan we antwoorden of onmiddellijk antwoorden. Ondertussen kan je ook weer videoreadingen gaan reserveren. En de één vraag channeling staat ondertussen ook weer online. Ik heb die eventjes een tijdje van mijn website afgehaald om wat ruimte te creëren om te schrijven en het te creëren. De mensen die het tweede e-book aangekocht hebben, ik ben daarmee bezig, maar zoals je weet was er eventjes een turbulentie in mijn persoonlijke leven met mijn grootmoeder, die haar leven nog steeds aan een zijden draadje hangt. Maar ja, ze is ook al 95 jaar, dus wie weet welke richting dat uitgaat. Maar er was dus heel veel gaande in mijn leven, mijn persoonlijke leven, waardoor ik de tijd en de ruimte nodig had om dat een plaats te geven, dat te verwerken. En ook heel veel energie, eigenlijk ook vooroudelijke stukken nog mee te helpen transformeren, vooraleer dat ze de overstap maakt. Dat gezegd zijnde, zoals ik zei, als er vragen zijn, zet ze onder een video. Ik ga zeker antwoorden. Moest het zijn dat je een video, een comment plaatst onder een andere comment, dan gebeurt het dat YouTube mij dat niet altijd toont. Dus dan is het beste om gewoon het eigenlijk als een nieuwe reactie te plaatsen. Dan ga ik het wel zeker zien. Ik doe mijn best om alles te
zoveel als mogelijk te zien. Maar ja, technologie is technologie. En daar kunnen we niet zoveel aan veranderen op dit moment. Zo, ik wens je alvast een fantastische dag. Geniet van de volle maan. Gebruik de energie op een goede, wijze manier. Voor je hoogste goed. Focus je al je energie die je hebt op wat je wilt gaan manifesteren. Is het zo dat je plots weer teruggetrokken wordt in angsten of onzekerheden? Erken die voor wat ze zijn. Zeg van, het is oké. Het is niet zo dat heel mijn manifestatie in duigen valt. Nee. Dan zeg gewoon van, ik vergeef mezelf. Of zeg van, het is all inclusive. Waarmee wil ik wel zeggen, alles is eenheid. Dus eenheid betekent ook angsten en al die andere stukken. Maar je hebt de keuze om te kiezen aan welke kant van die emotie, dus aan welke kant van de dualiteit je gaat gaan zitten. Zit je in de angst of zit je in de liefde? Dat is de keuze. Voilà, dat was het. Tot de volgende. En ik wens je vast een fijn weekend. Dag!